Wij staan hier bij de gepoefde roerpot. Peru-pot. Roerpot. Nee, Peru-pot is het. Ja, dat had ik opgezocht. Loopt hij al? Ja. Oké, okay, ja. Mooi. En wat is het eigenlijk? Welkom bij deze nieuwe kermis-eetest. Oh, we gaan losse kermis-eetest doen ook gewoon. Nee. Zal ik er een losse kermis-eetest van maken? Is het niet leuker? Ja, dat kan ook doen. Ja, we doen dat gewoon. Ja. Wat is het eigenlijk? Het is een soort van aardappelkroket, gevuld en gefrituurd. Ik heb gekozen voor de variant feta-kaas en spinazie. Ja. Ik heb voor de ham, kaas en mais. Mais, ja. En met een rode saus erop. Dus met tomatensaus en de witte kool of zo is het. Ja, denk het. Ik weet niet. Ik had nog nooit gezien. Ik denk, dan gaan we dat proberen. Ja, ben benieuwd. Hé jongen, mensen kijken wel nu. Ja, nu dat gek met die kut dan. Bouw lampje. Nou, daar gaan we hoor. Zo, dit is lekker. Dit is apart. Stukje groen eruit, zie ik al, jammer. Hè? Stukje groen. Stukje groen, ja. Dat is spinazie, jongen. Oh ja. Dit is erg lekker. Ai. Ja? Ik heb dit nog nooit gezien. Ik ook niet. Ik ken het ook niet. Huh, zei jij, man? Nee. Wij spraken gelijk. Maar, het is erg lekker. Ja. Eindoordeeltje, even een cijfertje. Ja? Of zullen we 5 van de zoveel snackjes doen? Van de snackjes? Nee, dat blijft maar niet. Oh ja. Maar, 1 op 10 dan? Ja, 1 op 10. Is je cijfer dus 1? Huh? Is je cijfer dan 1? Nee, tuurlijk niet. Ik zat na te denken. Ja, nee, maar ik wil wel een hoog cijfer geven. Oh ja. Want ik vind dit, ik neem nog halfbij. Zal ik dan voor jou gaan? Wordt nog een keer geproefd. Ja. Ik ga vast voor hem opruimen. Ik ben geen aardappelliefhebber, geef ik eerlijk toe, maar ik vind het echt lekker. We hebben nog geen cijfer, hè? Een dikke 8. Een dikke 8. Dikke 8. Maar wat zijn de verbeterpunten dan? Ja. Dat hij iets warmer mag. Oh ja. Ja. Vind ik persoonlijk... Een 8,5. Oké. Ja. Ik vind het erg lekker. Had ik niet verwacht. Ik pak er dan nog één, denk ik. Maar dan pak ik een chili. Nou mensen. Bij deel 2, ja. Mocht je het ooit tegenkomen, dan test het even een keertje, mensen. Doe. Tot de volgende. Nu hier overigens op de Krange Weihnachtszauber. Verder aan. Ergens anders heb je nog nooit gezien. Nee. Maar ik denk dat het een lokale specialiteit is, want het is ook roerpot. Ja, maar gebied dus. Ja, ik had er net gauw iets over opgezocht, maar ik denk dat het een lokale specialiteit is. Oké. Nee, goed. Mensen, heb je voor de rest ook weer helemaal niks aan. Nee. Maar bedankt voor het kijken en tot de volgende video, hè? Ja, houdoe.